In oktober 1910 kwam het jonge Amerikaanse meisje Lillian Thrasher aan in Assiout, Egypte. Ze was nog maar 23 jaar en had geen geld. Maar ze wist dat God haar naar Egypte had geroepen. In februari 1911 werd Lillian bij een stervende Egyptische vrouw geroepen, die haar smeekte haar baby niet te laten verkommeren. Dit was het begin van het Assiout Weeshuis en Lillians levenswerk. Metterdaad maakte over dit zo enorm gezegende werk een boeiende reportage, die geheel in de sfeer van het kerstfeest zal worden uitgezonden op woensdag 21 december. 22:00 via Nederland 1. Het is tijd om de noordelijke contraien te verlaten voor ons volgende programma, De Natuur van Noord-Amerika. En deze half uur durende natuurdocumentaire gaat dit keer over de bever. En je leert deze dieren het beste kennen als je ze dag in dag uit in de gaten kunt houden. Dus om zoveel mogelijk te weten te komen over hun gedrag, besloot de filmer William Carriage thuis bevers te gaan houden.